Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van The Last of Us. Het is vandaag woensdag 27 mei 2020, 14:22 en we gaan vandaag gelijk verder met The Last of Us. We zijn bij de Cabin Resort, als het goed is met Joel, maar dat weet ik niet zeker, maar we gaan in ieder geval verder met The Last of Us, zoals ik al 2 keer of 3 keer of nu 5 keer heb gezegd. Ik heb de tijd op de datum al gezegd. Bijna 3:30 is het middag. Het is fucking warm, mensen. Zoals altijd. Het wordt alleen maar warmer de komende jaren. Ik wil dood en het gaat niet goed. Verder, mensen. zal ik gelijk maar beginnen met de nieuwtjes of niet? Met de nieuwtjes. Oké, dan begin ik toch lekker met de nieuwtjes. Doe maar game met Jopje Survivor Island. Ben ik bij episode, of eigenlijk dag 231. Heb ik al bijna afgekeken. Verder ben ik bij Naruto nog steeds bij episode 191. En mensen, Halloween. Ik heb gisteren, als het goed is, gistermiddag heb ik Halloween. H2O. H2O. 20 years later. Afgekeken, ja. En nu moet ik met de andere beginnen. Moet ik nog gaan beginnen. De volgende Halloween film. Die komt uit 2003 als het goed is. Dat heet Halloween Resurrection. Als ik het goed heb. Net zoals Alien Resurrection. Je weet het. De vierde Alien film. Maar in ieder geval mensen. Ik heb dat dus eindelijk afgekeken. Na jaren van niet afkijken. En we gaan gewoon gelijk verder. Volgende video. Vorige video hebben we gepraat over de DS natuurlijk. En over alles. En nu moeten we dit afmaken. Verder is met de 24. Ben ik bij seizoen 9. Episode 1. 24. Live another day. Dat is eigenlijk 24 seizoen 9. Het laatste echte seizoen met Jackie Bauer. Als het goed is. En de originele storyline van de andere 8 seizoenen. Ik heb het nog niet gekeken. Geen eens begonnen. Want ik heb zitten een beetje te kutten met mensen. 24 seizoen 8 heb ik dus vandaag afgekeken. 24 seizoen 9 heeft geen eens 24 episodes. Maar heeft er maar 12. Dus geen idee waarom dan 24 heet en niet 12. Dat klinkt waarschijnlijk heel kut. En dat is het ook. Waarom heeft het maar 12 episodes? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik het echt... Waarom? Waar zijn die mensen? Oh, daar is hij. Hallo? Niet schieten, niet schieten. Get the fuck out of here. Wat wil je doen, jij fucking bitch? Oh, kut. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Get out of here. Hallo, jij gaat niet wegrennen. Jij gaat dus niet wegrennen, bitch. Jij bent dood. We hebben volgens mij iedereen afgeslacht. Nou, dat verdienen ze wel, die debieletjes. En we gaan nu verder met ons leven. Kijken of ze nog kogels hebben. Nope. En ja, we gaan gewoon verder. Holy titus, hoor. Waar kom jij vandaan? Wat was dat? Oh, daar ook. Hallo? Kut. Ik kan hem geen eens zien. Hallo? Kut, ik wil echt niet doodgaan. Waar is deze guy? Oké, ik gooi een steen daar, ho. Kom op, ga daar alsjeblieft heen. Ik heb het echt nodig dat je daarheen gaat. Kut. Yes! Yes! Ik heb het gehaald. Als het goed is, ik weet niet zeker. Alsjeblieft, laat er niet meer mensen zijn, mensen. Maar 24 seizoen 8 heb ik eindelijk afgekeken. Het seizoen dat ik jaar heb gekeken als een 12-jarige. Ja, wat kan ik zeggen? Het is een fucking episch seizoen. Heel veel mensen zeggen dat dat eigenlijk het einde moet zijn van 24 mei. Dat is het natuurlijk niet. Dus... Fuck, ik had geen ammo. Nee, ik dacht dat ik nog 1 schot had. Oh, ik had niet goed gekeken bij mijn ammo. Ik vind het wel echt kut, ja, weet je, Tony Almeida is niet bij seizoen 8, ja, kan gebeuren, maar wel een live another day als het goed is. Verder is het zo dat, Morris doodgaat in seizoen 9, of eigenlijk tussen seizoen 8, seizoen 9 in, en zijn zoon,
of dochter, volgens mij was het toch zoon, van Chloe en hem. En dat vind ik gewoon gay. Waarom moet hij doodgaan? Like, what the hell? Ik heb hem neer. Holy shit, kijk hem vallen dan. Hij heeft er echt geen zin in. Gisteren heb ik geen video geüpload omdat ik gewoon een sukkertje ben. En dat is eigenlijk mijn enige verklaring. Kom hier. Good. Yes, we hebben hem. Hey, find anything? Nee. Yes. En jij? Yes, boys. Oh, er is nog één. Waar is er nog één? Ik weet... Goed, daar. Kom. Kom. Kom, kom, kom. Get the fuck out of here. Wat wil jij doen? Nou, als het goed zit er hier nog eentje dan. Maar in ieder geval, mensen, 24-7-8 in ieder geval is over. En ja, weet je, het is jammer dat het over is, maar... Ja, het is over. Doei, sukkel. Huh? Waar zit er nog één? Hallo? Verder is mensen tering warm, dus ik haat het. We hebben het over gehad, de warmte versus kou. Wat doe jij hier ook? Nee, niet get him. Misschien moet jij even weggaan, debiel. Waar ben jij? Oh, daar ook. Daro? Kom hier, oh bitch! Die! Jij bent dood. Je gaat me niet nog een keer killen, je debiel. Maar ja, mensen, 24-7-8. 96 zit ik nog even te kut om mee te kijken, maar oké. Okay, en dat is alles. Verder wacht ik nog steeds op de stripboeken van The Walking Dead. Ik heb alle volumes besteld tot Compendium 2. Ja, en daar wacht ik ook nog op. Nee, ik heb dat... Fuck out of here, bitch. Doei. Klootzak. Jij gaat het dus niet doen, hè. Zo. Reloaden. Nou, waar moeten we nu heen? Kan iemand mij dat vertellen, alsjeblieft? Want ik moet naar David gaan of zo. Maar ik heb geen idee waar dat precies is. Dus ja. Verder heb ik ook geen onderwerp voor vandaag. Ja, ik heb gisteren gewoon geen video gemaakt. En het spijt me, maar ja. Ik heb wel lekker Survive Island at 24 gekeken, dus... afgekeken bijna. Oh my god, dat is Ellie's backpack met de schattige kat eraan. Ik heb ook al een paar dagen geen Fortnite gespeeld. Verder heb ik gisteren ook ja, lekker gevist. Meatlasher, what the fuck zegt dat? To read. That's more like a way to do better. Oké, okay, raar. Maar ik weet niet wat LB is. Dat is... Oh shit. Oh ja, yeah. Nou dat wist we al. Dat deze mensen jullie zijn echt ziek. Dit wordt toch dan slecht, dit vlees? Want we maken vlees en zo van mensenvlees. Alleen, ja, het is toch al over. Oké, maak het open, maak het open. Filmpje, soort filmpje. Ellie. Oh, kut, daar moeten we heen, daar moeten we heen. Waarschijnlijk gaan we nu weer verder van het perspectief van Ellie. Hallo, Ellie. Hoe ging het? Heb je David vermoord? Oh, kut, we zijn er, mensen. We zijn neer. Verder moet ik vanmiddag werken, 4 uur. Gadverdamme, heb ik helemaal geen zin in. Heb ik gisteren en eergisteren een beetje gevist. Een paar visjes gevangen. Een paar vissen zijn doodgaan omdat de haak in de keel zat of in de maag. Daarom wil ik ook eigenlijk niet meer vissen, want ik vind het eigenlijk fucked up zielig voor de vissen, weet je. Ze doen je niks aan. En ze hebben gewoon kans om dood te gaan. Die moeten we pakken, die moeten we pakken. Pakken, pakken. En ja, daarom ga ik waarschijnlijk stoppen met vissen. En ja, Fortnite Season 3, oh my god, het is bijna hier. Ik ben nog maar level 235 of zo. Dus ik kan niet Golden Sky halen. Ik vind het echt fucking jammer, verdomme man. Maar ja, dat is dan jammer. I knew you had hard. Maar dit snap ik dus niet. Plot armor, Jack Bauer heeft ook plot armor. Er zijn zoveel momenten waarin Jack gewoon dood moest gaan. Maar dat hij niet dood ging. Net zoals dit, waarom killt hij Ellie niet gewoon? Waarom blijft hij er trappen? It's not your style, is it? Kom op. Kill hem. Kill haar gewoon. Ik wil niet dat Ellie doodgaat, maar kom op. Dat jij niet gelijk kill is zo raar. Je bent toch geen... Nee, je bent geen pedofiel. Doe normaal, ja, debiel. Wat ga je doen? Hallo? Hou je bek dicht, bitch. Je gaat... Dood! Hij is neer. Hij is neer, hij is neer, hij is neer, hij is neer. Holy pita, ga dood, jij fucking bitch. Rustig, rustig. David is neer. Baby girl.
We zijn het vaderfiguur van Ellie. Ellie is nu ook een fucking monster. Yay, what the fuck? René Walker is, dus ja, spoilers voor 24/7 nacht, is doodgaan. Heel zielig. Jack is helemaal gek geworden en... Wat vertelt hij nou? En ja, President Taylor is een fucking bitch. Tony is weg en deze guy, gaan we zijn gezicht nog zien? Nee. Nou, ik denk dat hij daar niet vanaf komt, ja. Dat moest David gewoon doen als hij slim was geweest. Maar hij dacht alleen maar, ja, ik trap je gewoon een beetje in plaats van je gewoon te killen. David, je bent echt een sukkel. We zijn bij Spring. Ik weet niet wanneer we allemaal jumpen, maar we jumpen echt fucking gewoon seizoenen. En we zijn nu hier, oh. We gaan verder met het nieuwe deel, mensen. Spring, lente. Ellie! Hallo? Wat doen we hier allemaal? No. Ik vraag me echt af, hoe krijgen we allemaal eten en zo'n drinken? De Lessons 2 ben ik wel echt hyped voor, maar dat is iedereen. Let's go, kiddo. Wie de fuck heeft dat hert hier neergedaan? Mag ik dat afvragen? Nou, we zijn weer... Joe heeft breeze, Oh my god. I tell you, on a day like this, I just sit on my porch. Pick away my six string, ik weet niet wat dat is. Oh, ja, gitaar. Ik ben best wel dom, mensen. Oh, allemaal borden kunnen we gratis meenemen. Zo gratis tv en... Schiet gewoon op, Joel. Al die dingen zijn weg. Hier liggen allemaal fucking rottende corpses. Maar jullie hebben wel loot voor mij, jongens. Jullie hebben hele lekkere... Oh. Nou, jij hebt het niet overleefd, maar toch bedankt. Press to view. To flip, forgive us. Huh? Nou, dat is redelijk zielig. Maar YOLO, wij overleven het. Waarom? Mensen, ik ga het zeggen, ik ben echt bang voor vliegtuigen. Ik ga ook niet vliegen en dat hoef ik ook niet. Want als wij op vakantie gaan, gaan we meestal niet heel erg ver, maar oké. So, I'm on this big plane full of people. Ja. Everyone is screaming, yelling, the plane's going down. The fuck is dit voor droom? Open the door. There's no pilot. En dan ga jij het besturen. Use the controls, but maar het is een droom, dus je kan toch wel... Right before we crash, I wake up. Wauw. Lame. Isn't that weird? Heel raar, maar... Well, you know, dreams are weird. Inderdaad, mensen, dromen. Nu we het daarover hebben, dromen is echt een van de raarste dingen. Holy fucking tietensooi. Ik heb redelijk al lang niet meer gedroomd. Hoe komen dromen ooit? Hoe ontstaan nachtmerries? Allemaal met je brein te hebben. En waarom dromen we soms? Je droomt elke nacht als goed. Maar vergeet het allemaal. Als je het een keer herinnert, ja, dan vergeet je het er weer na een dag. En het is zo raar. En ik snap geen hele flikken van. Quarantine corona, joh. Nee, dat is niet grappig. Maar wij zitten nu ook in quarantine. In home quarantine. Dus ja, weet je, het moet maar. Maar L3. Er is dat hospital de Firefly mentioned. Oh ja. Come on, kiddo. Kiddo. Maar ik vraag me echt af hoe wij Ellie en Joan eten komen. Like, what the fuck? En drinken. Drinkbaar water. Ben ik de enige die dat afvraagt? En dit ziet er zo mooi uit nu. Gewoon met die belichting via dat raam. Damn, wat een plaatje. Behalve dat deze hek het weer moet verkrachten. Dat is jammer. En verder zijn alle quarantine zones waar wij ook in zaten gewoon weg of zo. Ik weet niet hoe, maar ja, dit is hoe de mensen er nu zijn. Dat is redelijk jammer voor je, dikke loser, maar ik ga gewoon weg. Ja, waar moeten we heen? Maar ik vraag me echt af hoe 24 Live Another Day gaat, mensen. Dat is dus, ja, het laatste echt seizoen, maar heel veel mensen zeggen dat seizoen 8 een goed einde was. En dat vind ik ook. Als het bij seizoen 8 einde vond ik het niet erg. Want dan leefde Morris nog en zo. Ik wist al dat Morris doodging. Ik dacht, huh? Maar het is niet gewoon een episode gebeurd. Ik vind het zo jammer. Ik vond Morris echt een goede kerel. En ik vond hem gewoon een leuke man voor Chloe. En ze had een kind. En nu ineens is alles verkracht. Ik heb al verteld hoe blij ik werd. Gewoon toen fucking in seizoen 6 bekend werd gemaakt dat Chloe zwanger was. Toen dacht ik echt van, yes, dat is zo gelukkig. Echt blij voor ze. Eindelijk gaat iets goed. Maar toen ineens moest het weer naar de tering gaan. En ging alles kapot. Nee, zo gaat het altijd, dikke YOLO. Deze wil ik wel nog. Sommige mensen hebben dit echt helemaal vol. Echt, hoe de fuck kom je eraan? Oh, what the fuck? Ellie? Waarom zit je hier, oh? En douchen en zo, hoe komen we daaraan? Gewoon in een beekje of zo? Dat is toch nasty? It's fine. Ja, dat denk ik. Maar what the fuck doen we hier, jongens? Er is echt iets met Ellie. Ellie, je moet niet zo depressen. Kom op, man.
Oh, dit moet ik doen waarschijnlijk. Nee, huh? Mensen, mag ik hulp hierbij? Want ik ben een debiel. Oh, hier ook. Well, we could use that ladder. Inderdaad, oké, let's go. Ellie? Hallo? Ellie? Kom eens, Ellie. Ga. Hallo? Wat is er nou? Er is echt iets aan de hand. We moeten haar investigeren. Ellie? Hallo? Oké, Ellie zit er niet meer zitten. Ze wil gewoon de stripboeken. Ik ook. Ik krijg ze pas 25 juli of zo. Echt niet normaal. Wat is er nou met jou? Ja, dat weet ik ook. Maar wat, Ellie, wat is er nou? Ik wil het weten, verdomme, ja? Verder moet ik ook nog steeds Outlast Whistleblower in scène runnen. Ik zeg elke keer van ja, ik doe dit het weekend, maar dat doe ik maar niet. Maar ja, als het goed is heb ik nu niks meer anders te doen. Geen Fortnite, geen vissen of zo. En ook geen werk in het weekend. Dus ja, dat is, moet redelijk chill zijn. Hoppa. Hoe fucking sterk zijn we dat we dit gewoon kunnen doen? Gewoon een meisje fucking kunnen lanceren. Niet iedereen kan dat, denk ik hoor. Ik weet niet hoe dik Ellie is. Alleen, niet zo heel veel dik als ze geen kaaskassens of frikandelbroodjes kan eten, weet je. Ik vind het wel jammer dat ik geen video onderwerp heb over te praten. Ik heb alleen maar over 24 dus te lullen. En dat ik nu het laatste echte seizoen in ga. Hallo? Waar ga jij heen? What the fuck doet deze Ellie? Mag ik dat alsjeblieft weten? Ellie, what the fuck are you doing? You gotta see this. Ja, hallo, wat deed je nou met die trap? Ze liep gewoon weg. Ze dacht, fuck jou, je kan het zelf wel doen. Bedankt. Wat is er nou? Ik zie geen ene flikker. Hallo? Ik kan niks zien, Ellie. Are you kidding me? Wat is er nou? Wat moeten we hier zien? Hallo? Ellie, huh? Zie ik het nou niet of bedoelt gewoon, ja, wat een mooie stad vol met dode mensen. Ellie, wat de fuck lul je allemaal? Waarom wil je zo graag hierheen of zo? Ineens nu is ze heel erg blij terwijl ze net nog helemaal depressed zat. Ellie, wat de fuck is er mis met je? Je hebt stemmingswisselen. Kan gebeuren, alleen doe even normaal. Oh, wat de hel? Deze heb ik nog nooit gezien. Hoe de fuck kom je hier? Mag ik dat vragen? Kom hier, kom hier. Hallo? Giraf? Hoe komt hier een giraf? Mag ik dat alsjeblieft weten? Hij heeft echt de kop van een hert. Heeft dat een giraf dat ook? Oh my god. En dan gaat hij weg. Hallo? Oh my god. Oké, we gaan erop springen. Huh? Hallo, wat doen jullie hier allemaal? Oké, kom al, maar what the fuck? Waar zijn al die beesten? Ellie, waar ben je? Ben je hierboven? Waarom wil je nog naar boven? Ze zijn beneden. Wat de fuck doe jij? Let's go! Oh, man. Oh my god. Waar komen ze vandaan? Van het dierentuin of zo? Maar dan moeten ze toch doodgaan achter die hekken? Of ben ik nou gek? Even praten. Hoe de fuck komen die giraffen hier? Mag ik dat weten? Van het dierentuin? Zo. Moet wel. Anders zijn ze gespannen of zo. Met een mop spawnen. Oh, leuke stad. Leuke mensen. Waar is eigenlijk die chick van haar? Die, getinte. Met zwart haar. Die van het begin. Die, zeg maar, gestoken was of zo. Waar Ellie mee was. Ik weet niet hoe ze heette, maar daar beschrijf ik haar even. Helemaal van het begin, ja. Waar is die eigenlijk? Oké, Ellie, ik weet niet wat je doet, maar ik ga gewoon verder met mijn leven, hoor. Dus doei. We gaan een filmpje, mensen. En het is al 20 minuten, dus... Bedankt voor het kijken van deze video. Als je het een leuke video van Ladalablada hebt, heb je wel gehad. Abonneer het kanaal daar beneden. Comment het kanaal daar beneden. En morgen ga ik wel gewoon een videootje uploaden, mensen. We don't have to do this. Hallo? Wat? You know that, right? Wat? Ik wil gewoon naar huis. What's the other option? Naar huis gaan? They're done with this whole damn thing. Nee, dan hebben we toch geen geneesmiddel, Joel? Ik weet niet... After all we've been through. Kom op, Joel. Al die mensen die we hebben vermoord. Inderdaad. Ellie bent wel echt fucked up geworden met Joel. Maar YOLO, kan gebeuren. En ik heb nog steeds geen tablet uitgekozen, mensen. Ik weet al dat ik volgens mij... Is dat niet al een halve maand geleden of zo dat ik daarover te lullen zat? Ja, toen had ik Prison Break afgekeken. Toen ging ik over tablets lullen. Alleen heb ik nog steeds gekozen. En ook geen nieuwe telly. Dikke YOLO en eruit. Nee, ik vinger mensen. YOLO.
maar wel stripboek van The Walking Dead. En dat telt ook voor iets. Oké. But there's no halfway with this. Oh. Once we're done, we'll go wherever you want. Okay, maar ik wil gewoon huis. Well, I ain't leaving without you. So let's go wrap this up. YOLO. Oké, nu George is heel attached naar Ellie. Het zal wel. Maar in ieder geval mensen, we gaan de game opslaan. En daarna ga ik jullie... Ja, bedankt voor het kijken. Heb ik al gedaan. Dus, hallo, mag ik opslaan? Oh, 17-12-2017. Dat is zo lang geleden. Echt wel holy titus hoor. Nou, even opslaan. Yep, let's go. En dan quit to main menu. We hebben deze video over een paar dingen gepraat. 24-7-8 afgekeken. Oh my god. Survival Island lekker verder gekeken. En Halloween eindelijk die film afgekeken. En nu moet ik nog beginnen met de nieuwe. Verder heb ik gisteren gevist en geen video gemaakt. Zo moet ik werken. En vandaag heb ik eigenlijk niks gedaan. Ik heb wel een beetje hoofdpijn moet ik eerlijk zeggen. Had ik gisteren ook. En ik heb geen idee waardoor dat komt. Fucking irritant. Maar YOLO. Bedankt voor het kijken van deze video mensen. Later.